Veel voetbalclubs hebben tegenwoordig kunstgras. De aanlegger van kost behoorlijk wat, maar het is duurzaam en onderhoud is bijna niet nodig. Het gras hoeft niet gemaaid, besproeid of bemest te worden. Ook kan er het hele jaar op worden gespeeld. In Nederland zijn op dit moment 2000 kunstgrasvelden. In Gelderland liggen er 230. Op 90% van deze velden zijn rubberen korrels gestrooid die gemaakt zijn van gemalen autobanden. Per veld zijn er ongeveer 20.000 banden nodig. Het Nijmeegs bedrijf Industox onderzocht in 2006 de veiligheid van dit soort velden en concludeerde dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het RIVM nam deze conclusie over, maar nu blijkt dat dat onderzoek is gedaan met maar 7 spelers. Volgens deskundigen is dat veel te weinig om conclusies aan te verbinden. Het onderzoek was inderdaad beperkt, maar het was toch duidelijk. Het gaf toch duidelijk aan dat die eerdere theoretische studies, dat die conclusie daarvan onderbouwd werd. Dus als zodanig is het wel degelijk een studie die van belang is. Ondanks de twijfels over veiligheid maken verschillende Gelderse voetbalclubs die dit soort kunstgrasvelden hebben zich nog geen zorgen. Ze geven aan nieuw onderzoek te willen afwachten. Als je ziet dat we 90 minuten voetballen in de week, 2 uurtjes trainen in de week en dat over 30 weken heb je het over 5 dagen op de 365 dagen in een jaar. Die andere 360 dagen denk ik dat we veel meer schade oplopen met wifi, mobiele telefoon. Ik denk dat men daar meer aandacht aan moet besteden dan een korreltje waar tot op heden nog niet echt van is gebleken dat het schadelijk is. Althans de onderzoeken die bij de KNVB hebben plaatsgevonden.